Zijn er meer voordelen of nadelen voor mannelijke ondernemers ten opzichte van vrouwelijke ondernemers? En motiveer je antwoord. Oh, was dat voor mij? Als je wil, beantwoord ik het daar. Ja, jij mag beginnen. Ja. Wel, dit heeft weer te maken met mijn opvoeding, maar de vrouwen om me heen in mijn leven hebben allemaal een super carrière. Dus in mijn belevenis, die vraag zou het best beantwoord kunnen worden door een vrouw, maar in mijn belevenis hebben ze in mijn wereldje... Niet voordelen. Evenveel kansen, evenveel voordelen gehad. Ja, ja. Absoluut. Omdat als ik naar Galaxy kijk, hebben we ook meer vrouwen in dienst dan mannen. Ja. Als ik naar VSH kijk, zijn er ook meer vrouwen in dienst dan mannen. Als ik naar mijn zusjes kijk en naar mijn moeder kijk, hebben ze allemaal een carrière. Dus voor mij it's equal. Ja. Als dat ligt aan zichzelf, dat ze ietsje harder moesten werken, zou best kunnen. Maar dat kan je het beste beantwoorden. Ja. Wel, ik denk dat vrouwen en mannen evenveel kansen hebben als je die kan zien en weet te benutten. En als je gestudeerd hebt en in mijn tijd... hoefde je niet een master's en dat soort dingen te halen. Dan was men zelf een MULO was goed en een AMS of een VWO-diploma was goed. Maar vrouwen hebben hun kansen beter benut, denk ik. En ze hebben gezien dat ook een vrouw in een toppositie kan komen. Ja. Een vrouw, vroeger was het zo dat je als vrouw was, je weet dat je zou trouwen. En huisvrouw zou worden. Dat was niet, laat me zeggen, de gedachtegang toen was niet van, luister, ik moet op school, ik moet mijn best doen, ik moet studeren. En ik wil een carrière. En dat je van tevoren wist wat je carrière zou moeten zijn. Ja, ik denk ook dat het te maken heeft met Suriname een beetje, hoor. Want we hebben toch wel een beetje de wereld kunnen zien. En het is wel zo dat in sommige landen vrouwen veel minder kansen kregen dan mannen. Absoluut. Dat erken ik. Ja. Ik denk dat Suriname wat dat betreft een heel uniek land is. Dat we, niet als zoals andere landen neerkijken op een vrouw of bang zijn voor een vrouw met een carrière. Nee. Het enige wat ik hoop is dat we ooit een vrouwelijke president krijgen. En liever snel. Ja. En we hebben ook, kijk maar, in het parlement, en dat hadden we heel vroeg al. Ja. Zelf hadden we vrouwen in het parlement die echt een stempel hebben gedrukt. Ja. Dus je hebt gelijk, Suriname is ook in dat opzicht heel erg uniek. En elke vrouw, denk ik, die een carrière voor zichzelf wil, kan de carrière maken. Ja. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.